Ik ben gewoon blij dat ik vroeger besloten heb om de textiel in te duiken en me daarin te verdiepen. Het is zo'n hele rijke geschiedenis zo over die wol en die kusten, dat harde leven van die mensen op zee, velen die omkwamen en hoe daar dus op ingespeeld werd om het geheel goed functioneel te houden. Alles wat wij nu zijn, zijn wij alleen maar dankzij al die ontwikkelingen van die vele generaties van mensen voor ons. Dat is een fantastische geschiedenis. En hoe ouder ik word, hoe meer ik daarvan onder de indruk raak. Dus ook van deze visserstrui, daar heb ik zoveel respect voor. Ik voel me daarbij dus maar een heel klein meisje. Hendrik de VIII van Engeland breidde zijn eigen kousen. Dat vertrouwde hij echt helemaal niemand toe. In een piramide in Egypte is een sok gevonden die vrijwel op dezelfde manier gebreid is als onze sokken nu gebreid zijn, handmatig. Die mannen hadden dus ook, naast dat ze die trui aan hadden, altijd een oorringetje in van goud. Niet omdat ze zo macho willen zijn als tegenwoordig, dat was hun begrafenisverzekering. Die vrouwen wisten, als mijn man ergens aanspoelt, hij heeft het geld in zijn oor om hem te kunnen begraven. We laten haar gewoon uitpraten, toch? Wij luisteren aandachtig. Ze heeft van die leuke dingen te vertellen, ook over allerlei geschiedenisdingen waarvan ik het bestaan niet wist. En zo leer je ook weer van elkaar. Het is gewoon leuk. Ik vind het best wel gezellig eigenlijk. Want in het algemeen komt er maar weinig mensen hier over de vloer heen. Dus dat is het. En dat is het ook wel de gezelligheid natuurlijk. We zijn door hier zo bezig te zijn met z'n drieën, zijn we gewoon een hechte vriendinnengroep geworden. Dat is ook zo mooi. Dat is echt heel mooi. Ik stop echt pas als ik naar bed ga. En dat is om 11:30. Dan leg ik mijn werk neer. Dit is, ik denk, een van de oudste visserstruien die bestaan. Misschien dat hij daarom ook zo bekend is geraakt, de Pernisse visserstrui. Die mannen die namen dus wol mee naar zee. Maar de goede materialen zoals wij ze hebben, hadden de mensen nog niet. En verlichting was niet goed. En dan toch die truien zo breien. Ja, ik heb daar zo'n respect voor. Dat is ongelooflijk wat die mensen deden. Die trui die zit dus vol met patronen en verhalen. Daar zit dus zo'n rijke symboliek in. De meest sprekende daarvan vind ik, en alleen de Pernisse visserstrui heeft dat. Kijk, dit is de levensboom. Die hoort rechtop te staan, maar hij ligt plat. En dit is dus, die is ook zo sprekend. Dit is het godsoog wat in de trui zit. Je ziet het ook heel goed zitten, de golfjes, daar gaan ze. Het is het eindelijke patroontje wat maar de drie toeriks bestaat. En moet je kijken hoe prachtig dat in elkaar zit, hoe de mensen dat verzonnen hebben. Die trui is ook heel belangrijk. In al die kustgebieden wist men van elkaars truien kennelijk af. Want de identificatie vond plaats via de trui die iemand aan had. Hoe mooi kan iets zijn? Het paspoort had men nog niet, was nog niet uitgevonden. Maar de trui vertelde, daar moeten we zijn, daar hoorde die meneer thuis. En je kan aannemen dat dat voor vrouw en kinderen thuis, weduwe inmiddels dus, hard moeten werken, dat dat een hele geruststelling was. Dat ze wisten, gelukkig, daar is mijn man in ieder geval netjes begraven. Er is ook op de Pastoriedijk een stukje dat nog steeds bestaat, kleine huisjes waar de vissersvrouwen woonden. En als mijn schoonmoeder over dat stukje van de dijk vertelde, ze had het altijd nog over de 1000 vrezen. Iedereen wist, dat zijn de huisjes waar de vissersvrouwen woonden. Dat heette dus niet voor niets de 1000 vrezen, want je moest maar afwachten of je man weer thuis kwam, ja of nee. Dus altijd nog, mijn schoonmoeder nog had het over de 1000 vrezen. Ik was hier nooit aan begonnen als ik die dames niet had gekend. Het is een ingewikkeld patroon, het rondbreien kende ik niet. Het continentale breien heb ik dus wel geleerd, wat er erg prettig is. Dus ja, en nu dat we dat een beetje in kleine groepjes bij ons thuis doen, krijgen we ook vaak hele andere gesprekken. Dit is gewoon een leuk intiem groepje. Dus ik weet niet, dat geeft een extra dimensie, zou ik maar zeggen. En dat is wel dankzij de corona. Omdat de coronamaatregelen waren dat we niet bij elkaar konden komen in Rehoboth. En we wilden toch doorgaan met truien breien. En daar we Adrie hebben als onze ondersteuner eigenlijk. Dat we, als we het niet meer weten, dat zij ons op de weg kan brengen. We hebben het alle drie goed naar de zin en meiden zo. Zeker weten. Ja, echt wel, echt wel. Het is ontzettend leuk. We doen het met alle plezier. Ik ga hem gauw afmaken.